We hebben dit project samen met VOS-scholen gedaan. Dus de bedoeling was van dit project dat de studenten van de scholen zo'n script in elkaar zetten. Een scriptverhaal of een script in elkaar zetten tussen de 200 300 woorden. En dat we dan deze scriptverhalen zouden omzetten in een tv-spotje. Dus net als een toneelgroepje eigenlijk, ja. een toneelstukje eigenlijk. We hebben natuurlijk toch wel wat scriptverhalen mogen krijgen. En we hebben dan ook een, zo'n een jury in elkaar gezet om deze script. Te beoordelen zodat we het beste eruit halen en dat we dat gaan en, um, omzetten. Wat houden die 12 geboden in? Ik kan een paar noemen. Ja. Um, Rijn niet door rood licht. verzeker tijdig uw voertuig, verzeker en keur tijdig uw voertuig. Rijn met luide muziek of te donker getinte ruiten. Verlenen waar nodig, verkeersvatsoen. Verkeer, 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 verkeer. ja, um, en ook de snelheid. Ja, maximale snelheid. Ja, en er worden spots van 45 seconden begrijp ik. Hè? Yes. Ja. En wanneer, wanneer gaan we die zien? Uh, we zijn nu... we hebben de scripts al. Okay. We hadden later... veel later nog in oktober, november... hebben we nog enkele scripts... van andere scholen gehad. En um, die hebben we dan gestuurd... voor de jury om te beoordelen. En um, daarna moeten we beginnen... met de productie ervan. En ik hoop zo snel mogelijk ja, dus om het af te ronden. Het mikken ja, is dat we... Uh, in elk geval die twaalf gereed hebben... Uh, uiteindelijk voor de komende verkeersveiligheidsmaand dit jaar. Ja, en de bronfietsers krijgen extra aandacht, begrijp ik? Ja, maar. dus dat is die bronfietscertificering. Um, we hadden eerder met een andere school uh, dat project daarmee waren we begonnen. We hebben uh, um, op de website van de politie hebben we leerstof van uh, voor die bronfietscertificering. En de bedoeling is dat deze studenten zich uh, registreren om het dus ik had het al gestuurd voor die school. En dat ze zich daarop voorbereiden. En indien ze een, een, een extra dag nodig hebben om het samen te bekijken... lassen we dan een deskundige in om het uit te leggen. En dan gaan ze dan voor die certificering. Ja, want bronfietsers, dat denk je aan jongeren. Ik ga het gewoon oneerbierig zijn, dat zijn toch wel uh, flinke doodreders. Is van je vaak, oh die heeft een death wish. Is dat niet het idee om het verpli verplicht te stellen, uh, zo'n bronfietsrijbewijs? Ergens dit jaar zal het wel verplicht ja. zijn. Het overlaten aan bronfietsers of jonge mensen om die leerstof zelf door te nemen en voor het examen te gaan als ze ready zijn. Misschien was het, het was misschien een stukje overmoedigheid om ervan uit te gaan uh, dat ze dat uit zichzelf zouden doen.